En goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Zoals vaker bleek de positieve reactie op de harde woorden van de Federal Reserve Bank van korte duur. De sterk oplopende olieprijs deed beseffen dat de inflatie steeds sterker naar voren komt in het dagelijks leven. De indices gaven dan ook rond de 1,3% prijs. De oorlog in de Oekraïne gaat aanzienlijk langer duren dan werd verwacht en dat helpt ook niet. En na Okto liet ook Microsoft weten in beperkte mate bezoek te hebben gehad van hackers. Noord-Korea heeft vanmorgen een raket afgevuurd over zeeën richting Zuid-Korea en Japan. En dat geeft zoals gebruikelijk wel wat onrust. Positiever waren de cijfers over de Japanse economie, die kromp minder hard dan werd gevreesd. De hoge olieprijs en schaarste aan diesel was ook hier een belangrijk item. Tencent hield de daling na de cijfers beperkt tot slechts 3% en, ondanks de hoge volatility, worden lokaal de Chinese internetfondsen als sterk ondergewaardeerd beschouwd. Per saldo bleven de indices redelijk dicht bij het vorige slot. Futures in Amsterdam duidde ondertussen op een hogere opening nou, hoger tot onveranderd. En vanmorgen komt het meeste nieuws bij de analisten vandaan in de vorm van updates. Niet gek gezien de forse beweging op de internationale markten sinds de start van 2022. Morgen laat Eurocommercial nog de cijfers zien over Q4, maar dan zitten we wel een beetje op het eind van het bedrijfscijferseizoen. Renault laat weten voorlopig de productie van auto's te staken in Rusland. Op de agenda vandaag diverse samengestelde inkoopmensen, indexcijfers vanuit de EU, Verenigd Koninkrijk en VS. Verder nog steunaanvragen en orders duurzame goederen uit de VS. En dan de analisten. Deutsche Bank zet koersdoel Air France KLM omlaag naar 3,20 euro. Advies blijft verkopen. Kepler Chevreu zet het koersdoel op Nationale Nederlanden hoger naar 63,20 euro. Advies blijft kopen. Berenberg zet koersdoel Unilever omlaag naar 43. Advies blijft houden. Berenberg verlaagt het advies op JDI Pietsfors naar 23. Advies wordt verkopen. En UBS zet Just Eat op kopen met een koersdoel van 73. Goldman zet Axo Nobel op kopen, koersdoel 105. Bank of America zet ING op kopen, koersdoel 15. En Shell krijgt diverse koopaanbevelingen met koersdoelen richting 30,75 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.